Nou, dat plaatje is eigenlijk de kern van wat er in het boek staat. Het boek heet Basisboek Interviewen. En uh, het gaat erom dat dat interview niet een verhoor wordt. En daar geven we dus tips voor. En niet alleen tips hoe je het moet uitvoeren, maar ook hoe je het moet voorbereiden. En het is natuurlijk belangrijk dat zo'n interview min of meer op een goed gesprek lijkt. Want dat is prettig voor jezelf als interviewer, maar ook voor de geïnterviewde. Die, die, ja, die voelt zich dan waarschijnlijk toch op zijn gemak. Nou, wat heel erg belangrijk is, is je taalgebruik. He, dus je moet eigenlijk de goede snaar bij de persoon raken die je interviewt. En dan moet je natuurlijk toch zijn taal spreken. En dat betekent dat je het natuurlijk niet te moeilijk moet maken. He, dus je moet geen vakjargon gebruiken als, als het tenminste geen vakgenoot is. Ja, en, en je moet ook weer niet veel Jip en Janneke-taal gaan gebruiken. Want daar zullen mensen zich aan, aan storen als je een politicus moet interviewen. En je gebruikt allemaal Jip en Janneke-taal. Dan denkt hij, met wie ben ik nu in gesprek? Wat heel belangrijk ook is, is dat je niet te snel opgeeft. Je ziet toch vaak bij beginnende mensen dat ze dan een vraag stellen en dan krijgen ze geen antwoord of een ontwijkend antwoord. En uh, ja, dan denken ze, ja, ga maar naar de volgende vraag. Maar het is belangrijk dat je dan doorgaat en je vraag of herformuleert, zoals op het plaatje, of bijvoorbeeld zeggen van, denkt u nog eens goed na, heeft u daar een voorbeeld van? En in het boek geven we bijvoorbeeld allerlei tips van hoe je uh, je vraag kan herformuleren, hoe je kan doorvragen, maar ook bijvoorbeeld wat voor vragen je beter niet kan stellen, en uh, ja, er zitten ook allemaal checklists in, zodat je jezelf kan controleren. Want iedereen heeft natuurlijk zijn sterke en zijn zwakke kanten. Wat je sterke kanten zijn en wat je zwakke kanten zijn bij het interviewen.